het zuiden des lands wachten wij op Manta Manta Man Roy. Daar zullen we hem hebben. Nee. Ja, toch. De eerste keer dat ik in aanraking ben gekomen met Opel, dat is ongeveer het opknappen van een GT'tje van mijn vader. Ja, dan ging het om een simpele dingetje, net zoals uitlaatjes poetsen of het interieur schoonmaken. Maar ik heb dat ding dus van nul naar iets in groeien en dat heeft gewoon iets bij mij gedaan. Toen ik een jaar of 19 was, toen wilde ik graag zelf een Opeltje en ik wilde iets ouds. Ik ben dus op internet gaan zoeken en toen vond ik er eentje, maar het was helemaal in Friesland. Dus ik met een vriendin naar Friesland toe. Ja, en toen kwamen we bij die man aan en hij deed de schuurdeuren open en er stond een prachtige Opel Manta 400, zo knalrode. En ik dacht echt van dat ding is van mij. Dat is mijn liefde, dat wordt hem. En de winterdag was het natuurlijk zonde om met die auto te rijden. Dus wilde ik hem sparen. Toen heb ik een brommetje gekocht. In de winter met een brommetje gaan rijden. Bleef je lekker gespaard. Ja, na een tijdje wilde ik dagelijks ook weer Opel gaan rijden. Toen heb ik via deze zwarte Manta kunnen krijgen. En dan rijd ik nu dagelijks in gewoon puur voor het gevoel. Het diepe geronk in de motor en de lengte en het echte Opel gevoel. Dat wou ik weer terug. Ja, dat tovert gewoon elke dag weer een lach op je gezicht. Wat mij gewoon blij maakt, dat is gewoon met die auto naar meetings gaan en vooral in de zomer. Na het grote evenement in Zevenum, dan kom je thuis met zoveel mooie ideeën, dan kan mijn dag niet meer stuk. Oh.